Nieuwebrug, een pittoresk dorpje midden in het Groene Hart. Nieuwebrug, van de Tolbrug. Van het Wierkenhuis. De files. Er zit niks. En inderdaad, van de altijd vriendelijke mensen. Een leuk idyllisch dorpje. Maar, hoe ziet het dorpje er over 10 jaar uit? We vragen het de mensen die zich inzetten voor het dorp. Die mensen die Nieuwebrug maken. Hoe ziet u de toekomst van Nieuwebrug? De toekomst van Nieuwebrug? Zo helemaal? Ik begrijp de vraag niet helemaal. Voor Nieuwebrug redelijk rooskleurig. Vrij positief. Ja. Ja. Ja, ik denk dat Nieuwebrug een kleine gemeenschap blijft met een heel eigen karakter. En dat we daar ook als bewoners van Nieuwebrug allemaal ons best voor kunnen en moeten doen. Om het een levendig, maar wel een dorp met een heel eigen karakter moeten houden. Ik zie de toekomst van Nieuwebrug wel positief. Wij als school hebben daar ook wel een belangrijk aandeel in. Wij geven het onderwijs aan de meeste kinderen hier in Nieuwebrug. En ik denk dat over 10 jaar, dan zijn deze kinderen alweer een stukje verder. En... wij hebben daar een verantwoordelijke taak in. De toekomst van Nieuwebrug. Ik denk dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden die een bestuurlijke functie willen invullen. Mensen willen geen verantwoording meer. Ze willen best wel wat doen, maar verantwoordelijkheid dat laten ze liever eigenlijk aan een ander over. Hoe ziet u de toekomst van Nieuwebrug? Als een gezellig, leuk dorp met een hoop nieuwe mensen. Wat is uw rol als vereniging in Nieuwebrug? Om te zorgen dat alle koninklijke feestdagen gevierd worden in het dorp. En lukt dat nog? Op het moment nog wel, maar het zal wel steeds moeilijker worden in de toekomst. De brug verzorgt het onderwijs aan bijna alle kinderen uit Nieuwebrug. De rol van onze vereniging is dat wij in ieder geval moeten blijven organiseren, zeker een speelweek. En dat wij actief moeten blijven. Nou, als vereniging is dat heel duidelijk dat we kunnen twee dingen doen. We hebben natuurlijk een eigen ledenbestand. En bij de Rijnstreek is dat een heel prettig ledenbestand. Mensen die betrokken zijn bij de club en ook hun best doen om de club goed te laten draaien. Maar ik vind het ook van belang dat de verenigingen op het dorp ook hun best doen om elkaar te vinden. Zodat je ook in de toekomst gebruik kan maken van elkaars mogelijkheden. Wat wel versterkend kan zijn voor een goede sfeer in het dorp. En wat is de rol van uw vereniging hierin? Dit wordt hoofdzaak door ouderen gespeeld. En ja, die zien het wel zitten, ja, denk ik. Ja. Wij zorgen als evenementencommissie ervoor dat er loop komt in het Wierkenhuis. Zodat mensen kennis maken met het mooie Wierkenhuis wat we hier hebben. En dat verenigingen en mensen ervan gebruik kunnen maken. En hoe ziet uw vereniging er over 10 jaar uit, denkt u? Ik denk dat wij als vereniging ons best moeten doen om deze accommodatie in ieder geval op zijn minst te behouden zoals die nu is. Maar het nog beter is dat je ook wel mee kan in verbeteringen van het veld. En misschien ooit eens een keer een kunstgrasveld, dat soort dingen. En daarnaast moeten we als vereniging wel heel herkenbaar blijven als een dorpsvereniging, vind ik. En hoe ziet uw vereniging er over 10 jaar uit? Ik hoop nog hetzelfde nu, maar ik vrees dat het dan alleen nog maar een lampionoptocht en een dodenherdenking is. Als er geen nieuwe mensen zich aanmelden. En hoe ziet uw vereniging er over 10 jaar uit? Nou, dan hoop ik in ieder geval dat dit volgebouwd is met het plan De Weide Wierken. En dat alle sociale voorzieningen die toen beloofd zijn en in het plan ook staan, dat die ook gerealiseerd zijn. En dat wij ook mee mogen praten in de bouw van de gymzaal. Hoe ziet de toekomst van uw vereniging er over 10 jaar uit? Ik hoop eigenlijk dat wij dan niet meer nodig zijn. Dat er zoveel boekingen en mensen van het Wierkenhuis gebruik maken dat onze functie opgegeven kan worden. En hoe ziet uw vereniging er over 10 jaar uit? Ja, dat is een goede vraag. Als we zo doorgaan, dan groeien we wel. Oké, dat is positief dus? Dat is positief, ja. Ja. Over 10 jaar is de brug een brede school. Wat betekent een multifunctionele accommodatie waarin meer verenigingen gebruik maken van het gebouw. Waarin we veel samenwerken met elkaar.
gebruik maken van elkaars kwaliteiten en vooral de kansen aangrijpen om Nieuwbrug sterker en mooier te maken. Als het aan deze mensen ligt, gaat Nieuwbrug een prachtige toekomst tegemoet. En mocht het niet lukken, dan kunnen we altijd de gemeente de schuld nog geven. Toch? Bodegraven, Reeuwijk. Bodegraven, Reeuwijk. Bodegraven, Reeuwijk. Kom op, durf te kiezen! Bow, bow, bow.